Hallo mensen van Banjota! We zijn hier met de power-up en we gaan het hebben over een heel awesome actiegame spelletje. Namelijk Borderlands 2. Na het intro. Borderlands 2 is het leukste, gaafste spel wat ik nog in 2013 heb gespeeld. Ik hoop dat jullie een leuke power-up vinden en tot de volgende video. Doei doei! Banjo! We gaan iets verder met de power-up. Borderlands 2 is een science fiction first-person shooter. Ik speel hem op de Xbox 360, maar het verschilt eigenlijk helemaal niks met graphics. Want het is allemaal een beetje hetzelfde. Over de graphics gesproken, als je Borderlands kent, dan weet je dat het een beetje een cartoonsfeer heeft. Er zitten een aantal RPG-elementen in dat het eigenlijk heel verslavend maakt. Namelijk een levelsysteem en sowieso het verkopen van spullen. Het kopen van spullen, het verzamelen van spullen, van bepaalde items. En deze game heeft ook een nominatie gekregen, een soort Oscar-nominatie, voor de game met de meeste wapens. Ik heb het een keer gelezen. Ik weet niet of het helemaal klopt of 100% waar is, maar er is verteld op internet dat deze game ruim 17 miljoen wapens heeft. 17 miljoen, dat is echt bizar gewoon. 17 miljoen. Je vindt ook niet zomaar hetzelfde wapen soms. En dat kan heel positief zijn en soms heel negatief. Maar ik vind het juist heel vet dat je juist ook dan online, je hebt een co-op modus, dat het gewoon heel vet is om dan elkaars wapen te laten zien ook. In de game is 5% kans om een wapen te krijgen met ongelimiteerde kogels. Dat betekent dus als je schiet dat gewoon je kogels niet opgaan, je hoeft niet te herladen. En ik heb dus van een vriend gekregen op Xbox, een random gozer waarmee ik joinde. Die had dat wapen. En hij zegt via een glitch, je moet mij doden in een duel. Dan pak jij mijn wapen op. En dan span ik weer met mijn eigen wapen. En dan heb jij ook dat wapen. Oké, dus nou, het lukte. En nu heb ik dus een wapen met oneindig kogels. Nou, je moet dus in het spel moet je dus vechten tegen gemuteerde beesten. Tegen robots, tegen de assassins, aliens, gemuteerde mannetjes. Het is eigenlijk heel breed wat je krijgt. En ik heb hem pas geleden uitgespeeld. Ik denk op zaterdag heb ik hem ongeveer uitgespeeld. Wat zou Borderlands zijn zonder Gearbox Software? Gearbox Software is de maker van de game. En ze hebben namelijk iets heel vets geïmporteerd in Borderlands 2. Namelijk Minecraft! Ja. Ik laat een heel klein stukje zien. Nou, zoals je ziet, zie je dus een aantal Minecraft-elementen in de game. Dat is gewoon een easter egg, een grapje van de makers. Ze hebben gewoon een klein geheimpje in de game gestopt. En je vindt ook meer dingen zoals Donkey Kong, gebaseerd op Donkey Kong. Wil je de volledige video zien dat ik heel dat level doe van Minecraft, de easter egg? Kijk dan even op deze link hier. Borderlands 2, de vraag, is het beter dan 1? Het is zeker beter dan deel 1. Ik heb genoten en dat doe ik eigenlijk nog elke keer. Vooral de co-op modus, het is gewoon waard om Xbox Live te kopen of op de PC te kopen. Om deze game compleet co-op te spelen, want het is zo leuk om nieuwe mensen te ontmoeten die je moet vertrouwen, die je moet helpen. Dat is zo gaaf. Het is gewoon een ontzettende leuke ervaring. Vond je dit een leuke informatieve power-up? Geef dan een duimpje omhoog. En dan zie ik je volgende keer terug met een nieuwe power-up. En dat kan een film zijn, een game, een boek. Nou, boeken lees ik niet echt heel graag. Maar misschien wel een leuke film. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe power-up. Doei doei! Bye.